Het probleem rondom schulden is vooral dat we er te weinig over praten. Ik ben opgegroeid in een gezin in armoede. En op het moment dat ik mijn eigen risico moest gaan betalen, moest ik ook thuis al mee betalen, waardoor ik dus geen buffer had. En dat is als een soort sneeuwbal eigenlijk verder in de problemen geraakt. Zonder hulp had ik nu op straat gestaan. Dat is ook de reden dat ik juist veel over mijn schulden ben gaan praten. Omdat hoe meer we erover praten, hoe meer we tot een oplossing kunnen komen. We horen terug ook van de jongeren die hier langskomen. Dat het toch fijn is als ze met iemand spreken die ervaring heeft. Die snapt iets meer waarom je bijvoorbeeld boos reageert. Of een keertje niet komt opdagen. Dat scheelt gewoon heel veel. Nou, heel veel jongeren die in de schulden zitten, die studeren niet meer. Die raken heel snel hun baan kwijt. En juist op zo'n jonge leeftijd moeten we er gewoon voor zorgen dat die jongeren gewoon weer een toekomst kunnen opbouwen en bezig kunnen zijn met wie ze willen worden in plaats van het probleem waar ze tegenaan lopen.